Als het licht het in de badkamer het niet doet, kan het soms aan het peertje liggen. Dus we gaan nu eerst even kijken of het peertje stuk is. Oké, we draaien nu een nieuw peertje erin. Bij deze lamp lag het dus niet aan het peertje. Bij dit soort fittingen kan het soms zijn dat het door vocht, een los draadje of corrosie, dat het stroom niet goed doorkomt. We gaan nu de bedrading nakijken. We gaan eerst de stroom uitzetten in de meterkast. We gaan nu die ring eraf draaien. In dit geval zien we dat het draadje los zit. Deze zetten we vast met de schroevendraaier. De stroom staat er nu op. We gaan nu het lampje er even indraaien voordat we hem afmonteren. Dan kunnen we zien of hij het doet. Licht doet het weer. De storing was dat het draadje los zat. We gaan het peertje draad aan het lampje afmonteren en nog een keer testen. Het lichtje doet het weer. In dit geval was het de draadje dat los zat. Het kan soms zijn dat uw schakelaar stuk kan zijn. Je kunt last van vocht hebben. Of het kan corrosie zijn of de fitting is gewoon op. Als het een van die gevallen is, belt u IJmeer op en komen wij bij u langs.